Goedemiddag dames en heren, van harte welkom bij de orgelfietstocht van Stichting Organofrieskoen. We zijn hier in Reehoers en we gaan gauw de prachtige Martinikerk in. Welkom in de Martinuskerk te Reehoers. Na de hervorming in 1580 kwamen de katholieken hier in het geheim bijeen in een boerderij met een rood dak. Deze schuilnaam gaf ook de naam aan dit dorpje, Roodhuis, oftewel in het Fries officieel Reehoers. In 1892 werd deze grote nieuwe Rooms-Katholieke kerk gebouwd. Het gebouw is ontworpen door de beroemde architect Alfred Tepe in neogotische stijl. In 2014 vond een belangrijke restauratie van de kerk plaats vanwege een verzakking van de fundering. In de kerk bevinden zich 14 kruisrechtstaties. Deze zijn nog van voor de bouw van de huidige kerk. Verder zijn er meerdere gebrandschilderde ramen, afbeeldingen van Christus' geboorte, het laatste avondmaal en de 8 zaligheden. Bijzonder in deze kerk is het beeld van Sint Martinus te paard, dat stamt uit 1560. En de neogotische kansel is van 1901. Het orgel in deze kerk is in 1928 gemaakt door de gebroeders Adema uit Leeuwarden. De orgelfirma van de familie Adema werd in 1855 opgericht in Leeuwarden. In 1868 kwam er een Amsterdams filiaal bij vanwege de bouw van het grote orgel in de Mozes en de Aaronkerk aldaar, wat voor Adema een zeer belangrijk en vernieuwend instrument was waarmee ze zichzelf behoorlijk op de kaart hebben kunnen zetten. In 1877 werd het Amsterdamse filiaal een zelfstandige firma. De Amsterdamse tak kenmerkte zich vooral door veel en ook grote orgels met pneumatische tractuur en moderne, Frans-symfonisch geïnspireerde disposities. De Leeuwarden-tak echter bouwde voornamelijk kleine instrumenten met een klassieke en ambachtelijke bouwwijze, met sleepladen en mechanische tracturen. Er is sinds de tijd dat de Amsterdamse tak een totaal andere richting insloeg ook oneenigheid gekomen tussen de beide gebroeders Adema. Heel sporadisch bouwde de Leeuwarden-firma ook orgels met pneumatische tractuur. En zo'n orgel vinden we hier in Reehoers. Bijzonder aan dit orgel is ook de opstelling in 2 helften. Dat had verschillende redenen. Natuurlijk de lichtinval door het raam. Maar ook was het de bedoeling in de Rooms-Katholieke Kerk dat de koorzang door het orgel werd begeleid. En op deze manier wist het koor zich omringd door de klank van het orgel en was de uitstraling van het orgel de kerkzaal in iets minder direct. Adema's kerkorgelbouw bestaat nog steeds. In Friesland zijn ze momenteel bezig met een groot orgel in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. Iets waar we met heel veel verwachting naar uitkijken.
Welkom in de Gertrudeskerk in Lietsewierum. In Lietsewierum staat een laatgotische eenbeukige kerk met een romano-gotische zadeldaktoren en een vijfzijdige koorsluiting. In 1514 werd de vorige kerk, die in de 12e eeuw gebouwd was, door een bende soldaten verwoest. Maar al spoedig werd begonnen met de bouw van deze nieuwe kerk, die in 1557 klaar was. Het interieur heeft een houten tongewelf, waarop tijdens de restauratie in 1928 een beschildering werd aangebracht. De preekstoel waarop ik nu sta, het doophek en de twee herenbanken dateren uit de 18e eeuw. Omdat de kerk pas in 1968 elektriciteit kreeg, is er nog lang gebruik gemaakt van deze oude olielampen, die overal nog steeds hier in de kerk hangen. We bevinden ons nu bij de klaviatuur van het orgel. Het orgel in deze kerk is gemaakt door L. van Dam in Zonen in 1870. We hebben het dan over de derde generatie van de orgelmakersfamilie van Dam, die in Friesland veel en kwalitatief hoogstaand werk hebben geleverd in de periode van 1779 tot in de vroege 20e eeuw. Bijzonder aan dit orgel is het frontontwerp, dat je bij geen andere orgels van de derde generatie van Dam tegenkomt. Het is eigenlijk een vergroting van het front van het orgel in Hemelen, en dat is een tweede generatie van Dam orgel. Bijzonder is dat de middentoren gedeeld is en dat daarvan de onderste helft vlak is. In de bovenste helft van het front staan de pijpen van de salutionaal van het bovenwerk en in de onderste helft en in de zijtorens de prestant 8 van het hoofdwerk. Verder is het ook bijzonder dat de lijn die door de labia van de hoofdwerkfrontpijpen gevormd wordt, zonder verspringing doorloopt. Ook zijn de decoraties bijzonder om te vermelden. Het veelvuldige gebruik van S-voluten, dat zijn krullen in de vorm van een S, rococo-invloeden in het printeringssnijwerk en de beide wangstukken, en het opmerkelijke opzetstuk op de middentoren. Daarop ziet u een anker, een hart in het midden en een kruis. En dat zijn de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Uit dit geheel spreekt dat de Van Dams zich in deze tijd heel erg oriënteerden op de Régence. Dat is een stroming uit de Franse barok. En daardoor komt het ook dat het orgel er in feite misschien wel 150 jaar ouder uitziet dan die in werkelijkheid is. En dat geldt niet alleen voor het uiterlijk van het orgel, maar ook voor de klank. Thank you.
De kerk van Boersum is een van de oudste Romaanse kerkgebouwen in Friesland. Het oudste gedeelte van de kerk is het in de 12e eeuw gebouwde koor. Daarna werd het schip gebouwd en het koor verhoogd. De zadeldaktoren is gebouwd in de 13e eeuw. De kerk heeft zowel Romaanse rondboogvensters als gotische spitsboogvensters. De toren is in latere tijd verhoogd. Dat is te zien aan de dubbele serie galmgaten. In het koor zijn na restauratie in 1941 plafondschilderingen zichtbaar geworden. De schilderingen dateren uit de 13e eeuw. Op de afbeelding is een tronende Christus gezien te zien, een zogenaamde Majestas Domini, een bekend thema uit de christelijke iconografie. Het stelt de glorierijk verrezen Christus voor die terugkeert in het einde der tijden. Hij is omringd door de symbolen van de vier evangelisten, de engel van Matthäus, de leeuw van Marcus, de stier van Lucas en de adelaar van Johannes. Aan weerszijden van Christus bevinden zich Maria en Johannes en twee bisschoppen, waarvan één Martinus. In het interieur van de kerk bevinden zich ook een 17e eeuwse preekstoel, een 18e eeuws doophek en twee herenbanken. Het orgel in deze kerk is in 1791 gemaakt door Rudolf Knol. Het orgel stamt uit de late 18e eeuw. In eerste instantie werd de opdracht in 1783 gegeven aan de orgelbouwer Gottlieb Heinemann, die woonachtig was in Leeuwarden. Waar Heinemann oorspronkelijk vandaan kwam is niet duidelijk. In 1785 al werd de opdracht overgenomen door Rudolf Knol, waarbij laatstgenoemde de materialen overnam van Heinemann. Knol was in Oost-Friesland geboren en genoot zijn opleiding bij Dirk Lohman in Emden. In 1788, dus vlak voor dit orgel, voltooide hij een orgel in Wiewert. Dat is een dorpje dat hier ongeveer 15 kilometer vandaan ligt. En daarna vestigde hij zich enkele jaren in Boersum. Het werk werd in 1791 voltooid door Knol. Van Heinemann weten we alleen dat hij naar Amsterdam is vertrokken. Het is een van de mooiste dorpsorgels in de provincie. Het front maakt een zeer rijzige indruk. Dat komt door de beelden die zich op en onder het front bevinden en ook de lange voeten van de pijpen. Later, na de bouw van dit orgel, vestigde Rudolf Knol zich in Overijssel, waar hij ook het overbekende orgel van Hasselt maakte. De laatste restauratie van dit orgel was in 2012 door Bakker en Timga uit Leeuwarden.
heel hartelijk bedankt voor het kijken. We vonden het fijn dat we op deze manier toch deze orgelfietstocht door hebben kunnen laten gaan. Heeft u ervan genoten, dan vragen we u vriendelijk om uw bijdrage over te maken. Dat kan middels de betaalgegevens die onder deze video staan. Zo maakt u deze videoproductie mogelijk en wellicht ook nog andere in de toekomst. Tot ziens! Perfect.